Zaterdagmiddag bij een tennisvereniging in Noordwijk voetbalt Nederland tegen Japan. De wedstrijd is wat saai. Toch is het even vrouwen en kinderen eerst. Maar uiteindelijk zijn het easy 3 punten. Tweede ronde is in zicht. Tenminste, we zijn er al. Dus, ja, tuurlijk, die is binnen. We wachten af wat er komen gaat. We moeten gewoon doorgaan nu. Hetzelfde team. Niet net zoals 2 jaar geleden met Roemenië. Ander team op gaan stellen. Gewoon hetzelfde team. Gewoon van de vaart er weer in. Laatste paar minuutjes Elia. Dan komt het allemaal goed. En zo was iedereen bij ons in de regio samen geklonterd in het oranje. Met een gezonde wedstrijdspanning op het gelaat. En het mooie is dat deze tennisclub speciaal voor deze wedstrijd het Greffel oranje had geverfd. Goede voorzet komen. Komt een goede voorzet. Kuit kan er niet bij komen. Bal is nog niet 16 meter gebied uit. Van Persie geeft de bal terug en dan gaat Sneijder. Ja! Het is een doelpunt! Het is een doelpunt! Persie Sneijder! Ik zeg... Veel beter dan 4 of 5-0, want dan denkt iedereen, we zijn er al. En laten we maar gewoon op ons gemakje steeds een stukje verder gaan. Veel beter. Je hebt jaren gekend. Het is weer fijn langs de lijn van Harry Slinger. Dat was de beste WK-hit ooit. Maar er zijn altijd volgers. Want ook dit jaar zijn er weer 371 oranje platen uit. En de vraag is, hoe maak je een WK-hit? Niet, zou ik zeggen. Nee, en als het dan toch moet, dan meeslepen deuntje. En ik zou een niet al te intellectuele tekst nemen. Nou, beide lukt wel hoor. Holland oranje. Alles is versierd, de overwinning wordt gevierd. Ja, waarom? Ja, zoals ik al heel veel mensen heb uitgelegd, ja, rond deze tijd is iedereen helemaal wild van oranje. Vlaggetjes, gadgets, straten vol met franje, overal waar je loopt heb je al zoiets. Ja, ik heb nu al kippenvel als ik de straat in rij en ik had zoiets van, ja, nou, ik moet mijn plezier en mijn gevoel moet er eindelijk eens opschrijven en een liedje over maken. En ja, ap, beren, hap, ja, lekker vet, naar huis wel een beetje lekker gezet. En ja, het is ook een gezellige naam en het blijft goed hangen. Dus ja, Ab Berenhap, ja, die doet het. Hoe heet die man nou? Meen je dan een serie? Heet hij echt Ab Berenhap? Dat is toch verschrikkelijk. Dit is echt... Ik heb hier geen woorden voor. Het gebeurt niet vaak dat ik met stomheid geslagen ben. Vuvuzela! Op je vuvuzela blaas het dak eraf. Laat jezelf horen, dit is toch al te maf. Haal hem van je broek en geef die toeter van katoen. Het gaat toch echt gebeuren, we worden kampioen. Op je vuvuzela? Ja. Het is een beetje een, hoe noem je dat? Je moet er een beetje mee spelen, een beetje een woordspeling. Want ja, haal hem van je broek, dat zingen we ook. Nou ja, goed, hij hangt natuurlijk niet in je broek, want je hebt je vuvuzela in je... Je hebt je vuvuzela natuurlijk altijd in je handen. Dus ja... daar heb Nico dus een liedje op geschreven. Vuvuzela! Ik haal vrijwel alles, maar zeker de vuvuzela. Maar zo'n plaat ook, dit, het mist gewoon. Als je nou over goede platen hebt, ik krijg bijna niet uit de schot, maar André Hazes. Dat is een prachtige tekst ook, hè, voor zijn daden en zijn doen. Maar dat is daar zit power achter en het heeft dit is allemaal... Iedereen probeert zijn graantje mee te pikken financieel. Ja, financieel. En de ene amateur naar de andere gaat schrijven. Dit is weer een van die voorbeelden daarvan. Waarom dit nummer? We wilden gewoon weer eens een nummer waarmee je de gezelligheid kan terugbrengen in de kroeg. Dus een nummer waarmee je gewoon lekker... Lekker feestgoed maken, dat was het eigenlijk. Als ze over ballen zongen, wist je waar ze het over hadden. En die hadden allemaal mannenstemmen. En het was grappig in elkaar gezet. En het nummer, dat heeft iets vrolijks, iets spont. Ik vind het verreweg de beste van de drie. De eerste twee vond ik echt niet te pruimen. Maar hier zit wat in. Volgens mij zit er ook iemand die de muziek gemaakt heeft. Die heeft ook wel verstand van muziek. Maar om nou te zeggen dat ik gek op oranje liedjes ben, nee. De allerergste, ik heb er eens één gehoord. Het is Fijn langs de lijn van Harry Slinger. Het is weer fijn.
want de sfeer is er hier. Nou, echt. Echt, ik dacht van, ik ga een plekje zoeken ergens in het Zuiderpark, weet je wel, zo'n prettig eikje erbij en dan ga ik vrolijk aanhangen. Gooi me voor lijn 2, dat is beter dan dat aan te luisteren. Echt vreselijk. En terwijl lijn 2 nog vrolijk doorrijdt, gaat maandagavond om 1800 uur ADO Den Haag beginnen met hun eerste training voor het nieuwe seizoen. Het is ongelooflijk. En Oranje? Oranje moet nog 9 dagen wachten voordat het echt voor het Echi speelt. Woensdag zijn we er weer met Westkleurt Oranje. Dan zijn wij van de partij.